Voor het duel van afgelopen zondag tegen NEC zien we Aguil Etemadi aan de rand van het veld. De voormalige derde keeper van FC Groningen vertrok in januari naar Iran om te gaan keepen bij Traktor Zazi Tabriz FC. Etemadi is eventjes terug in Groningen om zijn oude club aan het werk te zien. Ik ben weer een week in Nederland, dus ik moest wel even langskomen bij de jongens, even kijken hoe het hier ging. Wat heb je de laatste half jaar allemaal meegemaakt? Mijn carrière is opeens heel snel gegaan. Ik keep nu in Iran. Dus ik heb mijn basisplaats veroverd en het is heel snel gegaan opeens. En ik hoorde al van dat je voor 100.000 mensen hebt gespeeld. Ja, ik heb nu de laatste 3 weken geleden ongeveer heb ik een derby gespeeld, een belangrijke wedstrijd in Iran. En er waren 100.000 man in het stadion. Hoe is dat? Ja, het is moeilijk te omschrijven, maar weinig voetballers hebben dat meegemaakt en iets wat je nooit meer zal vergeten. Traktor Zazi Tabriz FC eindigde vorig seizoen als tweede in de strijd om de Persian Golf Cup en mag dankzij die tweede plaats in 2013 meedoen aan de Champions League van Azië. Waar ik speel is een grote club en in de stad voetbal leeft daar enorm en het is gewoon iets heel groots. Je hebt een shirt meegenomen, zag ik. Ja, klopt. De site van de voetbalclub wou graag dat ik een paar foto's zou maken in het stadion van FC Groningen voor de site. Dus zodoende. Ja, wat kennen ze daar FC Groningen ook een beetje? Ja, nou, ze kennen het Nederlands voetbal natuurlijk wel. En natuurlijk omdat ik hier gespeeld heb, hebben ze wel een paar dingen uitgezocht. En af en toe vragen de jongens wel hoe doet je club het en zo. Dus, maar ik hou het zelf altijd bij en natuurlijk.